Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het wordt dus weer een weekendvlog, want er is echt iets heel geks gebeurd. Nou, iets geks. Er is gewoon echt iets heel aparts gebeurd. Ik had dus eergisteren mijn camera in een canvastasje gedaan en mijn sportspullen en mijn make-up. Want ik ging dus bij Nick eten en daarna zou ik naar Mike toe gaan. En toen wilde ik naar huis gaan. Toen heb ik dus mijn canvastas met mijn camera zo erin voor mijn voeten gezet en daarvoor nog de laptoptas. En toen reed ik denk ik 5 minuten lang of zo naar huis toe. En toen keek ik eventjes naar mijn tas. En toen was mijn tas dus weg. En die is er denk ik gewoon afgevallen. Maar ik had natuurlijk AirPods in met muziek. Dus dat heb ik toen ook niet gehoord. Nou, ik was echt helemaal in paniek. Ik helemaal die route terugrijden. En hij lag gewoon nergens meer. Terwijl ik misschien echt 5 minuten weg was. Dus ik was echt helemaal overstuur. Ik heb ook een bericht op Facebook en zo gedeeld. Maar ik heb helemaal geen bericht gekregen van ik heb je camera gevonden of ik heb de tas gevonden. Dus ik heb gisteren echt allemaal nieuwe make-up moeten halen. Ik heb dus nu een nieuwe camera gekocht. Wel via Marktplaats gelukkig, want de nieuwe is natuurlijk 600. En nu heb ik echt veel minder betaald. Maar ik ben echt super blij dat ik weer kan filmen. Want ik vond het echt zo kut dat ik gisteren niet kon filmen. Maar nu wordt het dus een weekendvlog. Ik heb me nu helemaal klaargemaakt. En wij gaan dus over 5 minuten onderweg naar Nick en dan gaan we dus met de auto naar Amsterdam toe. Want het is vandaag Black Friday, dus we gaan alle kerstinkopen doen. Ik heb net al een paar dingen besteld, want er was echt super veel sale bij dingen wat Mike leuk vond. Dus ik heb daar een paar dingen besteld. En we gaan dus vanavond uit eten bij Brechtje. Want vanavond kan je natuurlijk weer voor het laatst tot 8 uur uit eten. Want er komt weer natuurlijk een soort van lockdown. Dus we gaan gewoon in Den Haag uit eten. Dus we gaan rond 5 uur volgens mij rijden. En dan gaan we daar lekker eten met z'n vieren. Of met z'n vijf. Ik weet het niet zeker of Robin nog meeging. Maar ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb echt een hele simpele outfit aan. En dan ga ik onderweg naar Nick met Lynn. En dan gaan we lekker shoppen. Ik wilde gewoon echt een comfy outfit aan. Dus ik heb deze trui aan van Chiquelle. Ik moet ook een foto voor Chiquelle maken. Dus dat ga ik ook gelijk doen in Amsterdam. En dan een legging van de H&M. En dan deze nieuwe Balance. En dan doe ik mijn leren trenchcoat eroverheen. Ik moet wel even andere sokken aan doen. Maar dat dus. Zaterdag en ik heb het net helemaal klaargemaakt en ik zal jullie nog eventjes pakketjes laten zien en wat ik gisteren in Amsterdam heb gekocht. De meeste dingetjes kan ik allemaal niet laten zien, want dat zijn kerstcadeaus, maar ik heb ook een paar dingen zelf gekocht. En het was gisteren in Amsterdam echt zulk slecht weer, echt niet normaal. Ik kwam ook thuis van uit eten en toen was ik echt helemaal zeiknat geregend, dus ik was echt super chagrijnig. Dus vandaar dat ik nu gewoon alles laat zien wat we hebben gekocht. Ik heb dus bij Morphe make-up gekocht. En het was echt super goedkoop. Ze hadden echt hele erg korting. Ik heb ook nog de bon. Ik heb dus als allereerst een bronzer gekocht. Want ik ben natuurlijk al mijn make-up kwijt. Dus ik heb echt nieuwe make-up nodig. Ik had wel al heel veel bij de kruid gehaald. Maar dit is natuurlijk ook gewoon goede make-up. En dat is deze. Hij is ook echt super groot. Ik vind hem echt heel erg mooi. En deze bronzer was dus nu serieus €3,30. Dat is echt geen geld. Dan heb ik een palet gekocht met oogschaduw. En dat is deze. Ook hele mooie kleurtjes. En deze was €4,50. En dan heb ik nog een setting spray gekocht van de Madison Beer Line. En dat is deze. Zoals je misschien kunt zien zitten er dus allemaal glitters in. Ik gebruik eigenlijk nooit setting spray, maar nu heb ik het dus wel op mijn gezicht. Bo zei net dat ze heel veel glitters op haar gezicht zag, maar ik zie het nog niet. En deze was
nu €2,63. Dus ook echt heel goedkoop. En dat was eigenlijk het enige volgens mij wat ik voor mezelf heb gekocht. De rest waren allemaal cadeaus voor kerst. Maar ik heb dus ook eergisteren iets bij de Body Shop gekocht. Ik wilde dus echt al heel lang die body butters. En ik had daar nu een cadeaubon van, dus dat heb ik nu gekocht. En ik heb echt, even kijken, 3, 6 verschillende geurtjes. Als allereerste almond milk. Deze ruikt ook echt heel erg lekker. En dan moringa. Chia, ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Chia, chia. Strawberry, deze is wel wat zoeter, dus deze vind ik niet heel lekker. En ook coconut. Maar ze zijn echt heel chill en ze ruiken ook echt allemaal heel erg lekker. En ik vertelde dus op de andere camera, maar die beeld heb ik natuurlijk niet meer, dat het woensdag mijn laatste werkdag was bij de Albert Heijn. En toen had ik dus ook nog een set van Guizhou gekregen. Echt heel blij mee. En ik had ook nog bloemen gekregen. Ik had dus een cadeaubon gekregen voor de Kiko of voor de Body Shop en zo. Die heb ik dus gebruikt bij de Body Shop. En Lynn heeft dus ook nog echt een heel lekker pakketje binnen. En die is dus van Bellisio Cheats. En zij heeft dus chocoladeletters binnengekregen. En deze is dus met Kinder Bueno erop. En erin volgens mij ook. Ik ben echt heel benieuwd. Maar we gaan deze dus meenemen volgende week zondag. Want we gaan dus volgende week zondag met Bo, Nick en Rowan Sint Kerstnieuw vieren. We hebben echt een taart geregeld. We hebben loodjes getrokken. Dus we hebben ook voor elkaar cadeaus en zo gehaald. Echt heel benieuwd wie mij heeft. En dan nog eentje met Oreo en Nutella is dit volgens mij. Heel benieuwd. En dat was het eigenlijk allemaal. Ik ga me nu eventjes omkleden, want ik heb net echt heel snel wat aangedaan. En dan ga ik eventjes met Mike, denk ik, naar de stad toe. Maar het regent weer echt keihard. Maar we wilden eigenlijk naar de mall toe gaan, maar dat is waarschijnlijk echt super druk. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Maar ik ga me in ieder geval nu eventjes omkleden. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dus nu een trui aan van Naked met Claire Rose. En deze leren broek is van de Zara. En dan doe ik ook even een muts op van de Zara, want het regent weer keihard. Ik ben terug uit de stad en ik heb dus echt super mooie oorbellen gehaald voor de feestdagen bij de Zara. Dus die ga ik jullie even laten zien. Even kijken. Ik moet wel even mijn haar in de staart doen, want anders is het niet echt mooi. En dat zijn dus deze, met allemaal van die diamantjes. Ik vind dat wel echt heel erg mooi als ik dan gewoon een... Jezus, mijn staart. Als ik dan gewoon een basic zwart topje of zo aan heb. En dan een strakke staart. En dan met van die oorbellen. Dat vind ik wel echt super mooi. En dit zijn ze dus. Ja, nu ziet het er echt niet uit met die trui erbij en mijn haar niet strak. Maar ik vind het wel echt super mooi als dan... Mijn haar gewoon zo strak zit en ik dan bijvoorbeeld een strapless topje aan heb. En deze waren serieus €13. Voor de rest heb ik eigenlijk niks gekocht. Ik ga echt gewoon op internet kijken voor kerstcadeaus. Want ik vind in de stad kijken echt niet chill. En heel veel korting was al weg. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik heb gekocht. Staat hier een nummer op. Dit is denk ik het artikelnummer. Dan kunnen jullie dus die oorbellen opzoeken. Ik ben terug van werk. Ik zie er echt niet uit. Maar ik ga me nu even omkleden. Ik heb even mijn haar in de rollers gedaan. Want we gaan daar dus uit eten. Voor Sans verjaardag. Hij is dus eigenlijk maandagjarig. Maar vandaag zijn de restaurants voor de laatste keer tot 8 uur open. Dus we gaan dadelijk lekker uit eten. Ik had gisteren dus nieuwe make-up gehaald met de Black Friday van Morphe. Dus die zal ik even laten zien. Ik had als allereerst dus een set van de Madison Beer collectie. Daar zat deze oogschaduw bij. Echt super mooi deze kleuren. Ik ben heel benieuwd als ik hem daar op ga doen. En dan als tweede had ik een setting spray. Met glitters erin. En Bo zei dus dat deze heel lekker ruikt. Dus ik ben echt benieuwd.
Dan had ik nog een lipgloss. Ook echt een super mooie kleur. En een liquid blush. En deze is dus een beetje peachy. Dus ik denk dat die een beetje op die van Charlotte Tilbury lijkt. En dan had ik nog van Morphe zelf een bronzer. En dat is deze. Ook lekker groot. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga nu mijn make-up doen. Klaar met make-up. Ik heb dus net ook die setting spray opgedaan. Alleen komen er dus ook allemaal glitters op mijn hoofd, omdat er dus glitters in zitten. Maar dat vind ik iets minder. Hij ruikt wel heel lekker. En ik ben benieuwd of mijn make-up langer blijft zitten. Ik heb dus ook een nieuwe trui aan, dus ik zal die raak ook even laten zien. En ik ga nu even die rollers uit mijn haar halen, want over 10 minuten is Sander. Dus ik moet even een beetje opschieten. Ik ben helemaal klaar en ik zal dus ook even mijn nieuwe trui nog laten zien. En dat is deze van Naked, X Amali Star. Ze hebben hem dus ook in beige en ik hoop echt nog dat hij in beige komt. Want deze, een blauwe en die beige zijn dus allemaal uitverkocht. Ik heb deze in de maat S en hier is hij dus van die witte details en hier bij de mouwen. Verder is het dus een zwarte kool. Echt heel blij mee. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Gisteren was het eten echt super lekker. We waren dus weer bij Stella Marina. Maar ik ga daar even met Stace weg. Ik heb dus dit hoedje op van de Zara. En dan weer mijn trui van Naked. Jas van H&M. Tasje van Jacquemus. Broek van Naked. En mijn Balenciaga's. Maar we gaan dus even naar de stad toe. Ook al is het echt de hele dag niet normaal hard aan het regenen. Maar we gaan even voor kerstcadeaus kijken en even wat lunchen. Wij zijn weer thuis en hebben dus ook alvast een paar kerstcadeaus weer gehaald. We hebben het even hieronder neergelegd, want we hebben dus nog geen kerstboom. Maar die komt volgende week, dus dan kunnen we al die cadeaus daaronder leggen. En we hebben lekker een pokeball meegenomen uit de stad, dus die gaan we nu lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik ben net terug van de sportschool. Ik ging even met Nick naar de sportschool toe. We hebben benen getraind, ik heb ook een paar dingetjes gefilmd, dus die zie ik er ook hier nou eventjes bij toevoegen. Ik ben echt super wit. Dus misschien dat ik vandaag ook even naar de zonnebank ga. Maar ik heb dus een proteïnereep meegenomen van Basic Fit. Deze. Ik had vorige keer met Reetjes een cookie dough reep. En die was echt super lekker. Maar ik weet niet of dit dezelfde is. Maar ik ga hem zo even proeven. En ik ga dus dadelijk eventjes omkleden. En dan ga ik met Lynn en Nick eventjes naar de stad toe. En dan gaan we even een foto maken voor Lofies. Het is nu 11:15. Dus ik ga nu eerst even deze reep opeten. En dan ga ik daarna eventjes omkleden. Ik en Lynn hebben ons helemaal klaargemaakt en we gaan dus nu onderweg naar de stad toe. Gaan we even een foto maken voor Lofies. Ik hoop dat het gaat lukken, want het is echt heel slecht weer. En ik en Lynn moeten vanmiddag dus ook nog heel veel pakketjes opsturen, dus dat gaan we ook dadelijk doen. En Sandy is dus vandaag jarig, dus we moeten ook om 4:00 voor hem een taart ophalen. Ciao.
moet dus ook weer in de badkamer filmen, omdat het gewoon echt te donker overal is. Maar ik heb me even omgekleed en me opgemaakt, want Sandy komt dadelijk mij ophalen en dan gaan we bij hem eten, want hij is vandaag jarig. Ik had dus net ook in de stad zijn taart opgehaald, dus die zal ik dadelijk ook even laten zien. En ik heb echt een hele gave blazer binnengekregen, dus die ga ik nu even goed laten zien. En ik heb deze blazer binnengekregen van Blaze the Label. Ik zal ook even haar Insta hier neerzetten. Maar ze hebben dus echt hele aparte gave blazers. En ik heb dus een donkergrijze blazer en hij is echt heel oversized. Volgens mij is het dus ook een mannenblazer, maar de achterkant is vooral echt mega leuk. Dus die zal ik daar even laten zien. En dan staat hier zo aan de onderkant Blaze the Label. En de kwaliteit is ook echt super goed. Ik ben hier echt heel blij mee, maar nu de achterkant. Ze hebben dus echt heel veel verschillende printen voor aan de achterkant van de blazer. En ik heb dus zebra print gekozen. En ik vind het echt super gaaf. Ik ben er echt heel blij mee. Ik had trouwens ook nog schoenen besteld voor Sanne op Restocks, maar die zijn dus niet binnen. Dus dat vind ik echt heel jammer. Dus ik had even nog een Rituals pakket gehaald in de stad. Want dat vindt hij altijd heel leuk om te krijgen. En dan had ik die taart nog. En dan hoop ik echt dat die schoenen zo snel mogelijk binnenkomen. En de kaart is dus ook nog te laat. Oké, ik had dus deze taart vandaag voor Sam besteld en ik kon hem gelijk vanmiddag afhalen. En hij is van Bakery Lee en U. En ik vind hem echt schattig. Het is alweer wat later in de avond en mijn neef is dus net langsgekomen voor een gezichtsbehandeling. En daarna heb ik eventjes gedoucht. Ik ga dus nu beginnen met deze vlog editen. Ik ben niet heel lang hiermee bezig, want het is natuurlijk nu weer een weekendvlog. Maar vanaf aankomende week wordt het wel weer gewoon een weekvlog, want we hebben natuurlijk wel weer gewoon een nieuwe camera. En ik en ik gaan ook weer extra video's maken. We hebben net dus echt een super, super grote bestelling gedaan bij Naked. Een deel van de samenwerking en een deel hebben we ook zelf gekocht. Dus daar gaan we sowieso een video van maken. Maar ik denk dat het sowieso pas volgende week is. Of die week daarna. Want volgens mij hebben ze best wel veel vertraging door Black Friday. Dus we moeten even kijken wanneer het binnenkomt. Maar we gaan sowieso wat meer extra video's weer maken. Dus ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer in een nieuwe video.